Hi peeps, kwabai. Welcome to Wine and Dine un viaje más. Ave nos en a Bloompot, manera vos por mira nos sin aquí nada nan. Soy Cortain Mall, ando nos sin botica, soy Cortainche. Pues tan sabuno nos estaba ave, ave nos estaba en a Royal Thai. Sí, ave nos estaba en a Royal Thai. Manera nos avisa anteriormente, Wine and Dine estaba en tour camino con un dushi comida y ave nos estaba en pueblo comida tailandés. Así na mis, bota van comi, vámonos by Royal Thai. Va. People nos está aquí nana na Royal Thai, ando nos estaba papi ku e manager di restaurant, cuálta Timo. Timo conta, tu costo bom? Bom, bom, contarli. Bom, qué botín de conta nos di Royal Thai restaurant, combini Royal restaurant aquí nana, of un Thais restaurant. Thais restaurant. Aha. Contarli, ame Timo manager. Royal Thai restaurant, acumi sam, de 18 años pasamos menos. Wow. Aquí na Curaçao. Okay. De mundo novo. Di lanti con gli islands, non so hai idea di thailandese na Canada, ma nasce a Kinang, non so by Canada, non so taste e smaki Thailand, and non so volve back cada weekend, veniva na mezzo restaurant, later non so verhuis na Curaçao, back, and so mi date di, well, nothing. Een Thais restaurant aan Kinaan? Aan Kinaan, dus bang Habriun. Wauw, oké. Ja, dan was het bing Habriun en ja, thee in ons Habri. De thee in onze thee, voor Sirvi, de cliënten. Ja, sigur, sigur. Bonopo, aquí da Habri, ora bonota bong. Exactamente. Ja, bing pobre. Oké. Toa. Sì? Ja. Oké, en to Kiko, mi tambien un pari cos fresh mi di lante Kinaan. Timo, te Kiko nanta. Ik zag daar ons Urbnang, onze Christen Nakorsau. Ja, mijn papi bent het daar een tikje kibra, maar... Maar je prefereert papi in Hollandees, no? Todos, allebei. Oké, bom, ons dat alleen in Hollandees, sorry. Bah, explica ons een tikje. Dit is lemongrass. Deze lemongrass komt van Thailand. Die hebben we meegenomen van Thailand. Hier naartoe? En die groeien we hier lokaal. Oké. In een nursery, op een geheime locatie natuurlijk. Want wij zijn de enige die deze Thaise, van de Thaise bodem lemongrass hebben. Goed. We hebben ook kaffirlijm, of Djurukbroek heet het ook. Oké. Ja, u kunt zien dat er twee blaadjes aan elkaar zijn. Maar dit is dezelfde soort boom als de lemoentjeboom. Oké. Maar hij groeit daar wat anders. En hij heeft ook een hele andere geur. Een aparte geur, ja. Als je hem even openbreekt, komt die hele verse. Oh ja. Heel apart. Ja. Dus deze vrucht ziet er ook uit als een lemoentje. Oké. Maar die heeft heel veel putten erin. Oh. Ja, dus het is familie, maar... Maar toch een andere smaak. Ja. Oké, perfect. Dan hebben we ook... Basilicum of yerba olé, maar deze komt ook uit Thailand en die hebben ook hier groeien. Ook hier. En ja, het is gewoon heerlijk, lekker vers. Het ruikt ook zo apart. Ja. Dan hebben we ook galanga. Deze galanga is familie van de gemberplant. Ja, lijkt erop. Inderdaad. Ja. Hij smaakt heel anders. Oké. Het is goed voor je bloed, het maakt je bloed schoon, je lever en je nieren. En ook vers gegroeid hier op het eiland. Op het eiland ook. Perfect. Het beste eten is altijd met verse ingrediënten. Zeker weten. Ja. En alles is hier ook vers à la minute. Ja. Maar dat betekent niet dat het lang duurt voordat het op tafel is. Oké. Okay. Kijk, zijn er 50 mensen zijn, oké, dan kan het wat langer doen. Maar u bent hier om te genieten. Exact. Dus wat is... In een andere ambiance, een Thaise ambiance. Ja. Lekker buiten, onder de bomen. Lekker. Ja. En de papegaaien hoor je ook tussen 12 in deze tijd en ook om 6 uur. Die komen hier in hele... Muziekliedjes. Ja, die komen gewoon langs vliegen. Ja. Dus, ja.
Ik zie ook hier een flesje. Oeh, ja. Wat houdt erin? Oeh! Oké, okay. Wat is dat? Hoppy Hoppy Hot. Hoppy Hot, oké. Okay. Si Botegusse Pica is een Maas Pica, na Curaçao. Oeh! Is een druppel. Mhm. Ita klaar. Ja, Bote klaar. Tana Candela. Ja. Nou, kom je naar Thailand dus? Je hebt te pensen, eet een Hoppy Pica. Si. Pero, en nog mensen daar, Pica. Correct. Dus wat een option. Option, si. Pica, sin pica, mm-hmm. Hoppy Hoppy Pica of... Ja. Of niet pica at all. Niet pica at all, si. Si, dus ik heb een option ook. Niet gusta pica, mi no te gusta pica. Manera bastante, escucha bastante ingrediënten, nan fresh fresh aquí nanan. Diferente, otro fornitur, otra manera, você mira, é blache de la munchi, dos está crescendo, outro, tem um ingrediente que não com parte de hambúrguer, com nota de hambúrguer, que está bom para boa saúde, que me ame, 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 Timo, hier moet je zijn, toch? Hier moet je zijn. Ja. Ja. Dus, agora, Timo, nog een vraagje. Over het menu. Ja. Wat kunnen jullie bieden? We hebben soups, appetizers, we hebben voor alles. Mm-hmm. De spring rolls, dat zijn kleine lumpiaatjes, mm-hmm. Heerlijk. We zijn ook gespecialiseerd voor de vegetariër. Oké. Okay. Dus ben je vegetarisch, mm-hmm. gebruiken we alleen maar vegetarische spullen of ingrediënten. Dus je hebt soep, je hebt salades. Salades, ja, een lekkere biefsalade. Ja. Voor de curry is de Matsaman curry is het meest bekende curry hier. Ja, dus curry is maar ook lekker. Alles is lekker. Ja, dus ik zie ook je hebt chicken, dus chicken, gewoon ja. Beef, pork. Onze beef is Lomito die we gebruiken. We Lomito. Gebruiken de beste, duurste vlees. Oké. Okay. Pork is dan pork loin, mm-hmm. We hebben garnalen, vis. Ja. Dus alles je hebt alles. Alles, alles. Alles wat je ja. wil, kan je hier krijgen. Ja. Dus ja, people, ja, ik zou zeggen gewoon hier naartoe komen. Bingo, is dat een menu diferente, amplio también. Que men die, misaku Thais nota, nota lo que nos acostumbra kunnen, pero si nos que siña conoce, e Thais food, na Royal Thai Bomeseta. Of not, Timo? Hier moet je zijn. Hier moet je zijn. Dit is het enige restaurant op Curaçao waar u geen mes op tafel krijgt. De reden daarvoor is omdat alles bite-size is. En in Thailand symboleert een mes oorlog. En omdat wij hier alles traditioneel Thais doen, doen we het ook via de Thaise normen en dat we ook geen mes aan tafel hebben. Shonan no se llega en el parte con más a mí te gusta. El parte camina comida by purba y comida de Royal Thai. Aquí nanto hole más shadushi mes, pero ya naturalmente vos ana casa no posintie que me andía, vos a mes bimin come aquí nan Royal Thai, pa bo por sinti e holo, vos sinti e dushi hairu kutin aquí nan y tambe purba e dushi comida. Zoals jullie nu zien is de tafel al gedekt. Hier hebben we de garlic beef, getopt met een beetje cilantro. Het is gemaakt van klein gesneden lomito. Het is heerlijk. Hier hebben we de chicken with cashew nuts. Ook vers gemaakt elke dag. Alle minuut. Met kip, ui en cashews. Hier hebben we de beef met broccoli. Ook gemaakt met echte lomito en verse broccoli. Hier hebben we de groene curry. Dat is op basis van kokosmelk met een groene curry. En het heeft rode paprika, champignons en bamboe shoot erin. Dus je bent echt iets aparts aan het eten. Hier hebben we de chicken coconut soup. De chicken coconut soup is een lekkere soep, ook op basis van kokosmelk. Het is mild pikant, er zit rode paprika en champignons in en die kruiden die we gebruiken ermee is die verse kaffirlijnblad, die galanga en die lemongrass, wat uit Thaise bodem komt oorspronkelijk. Hier hebben we de hot and spicy shrimp of prawns. Dat is een beetje pikant, geen sausje, maar heerlijk. Zoals je ziet, de tafel is gedekt. Een vriend van mij die liep net langs en die rook het lekkere eten.
En is ze erbij komen zitten. Maar hier hebben we de garlic beef, de beef and broccoli, de chicken with cashews en hot spicy mushrooms. De chicken coconut soup, de groene curry. Zoals je ziet, het ziet er zo lekker uit. Ja. Ik zie je vanavond hier. Okidoki, mensen, nos tabay komi. Ciao. People, nos llega a trobe na final di edition di Wine and Dine. Awe nos tabata na Royal Thai. Mete invitabu pa bu like na Facebook page itambe e Facebook page di Fresh TV pa asine bota informa unda Wine and Dine tabay itambe kiko Royal Thai tindi ofrece. Makaba di come hopikos masha dushi mes, ma come por ejemplo madal un coconut soup, madal tambe un cashew chicken, tatin tambe beef, garlic beef. Hopi dushi. Que men ta mucho pa mi mencionar bu ki turma purba que men ami te invita bu bini cerca nosa ki nana Royal Thai anto e ore ibo mes por tu manota di kiko nanta ofrece of kiko ta ame lo tal hopi lo ik pa bu purba como algo otro paso aki nanta diferente ta algo ku ami nunca no apurba y mi te invita bu ek pa bu ta ame así uso di experiencia aki con nosa ofrece yes those people pasa un bon anoche anto mi ta wara bo sona en next edition di Wine and Dine ku Perla ciao.